Ja, dat weet ik zeker nog. Dat, dat Ruud zei van, ja, zou jij misschien eventueel dan, weet je wel, over 2 jaar, misschien. Ik zei, nou, het is wel heel ver weg, zeg ik zo. Maar ja, als het zo even uitkomt, dan ga ik het zeker doen. Helemaal leuk. Nou, het is ten eerste in Amsterdam. Weet je wel, wereldstad. En daarnaast is het zo dat je gewoon het feit dat het... hoe die zaal eruit ziet, die oude glorie, de sfeer. Ja, dat doet zoveel. Dat is echt de cherry on the cake van alle theaters eigenlijk. Want hoeveel keer hebben jullie nu gedaan? 4 keer? Ja, ik denk het wel. 4 keer ongeveer, ja. Ja, en elke keer is het weer een feestje om daar te spelen. Want mensen vinden het gewoon, die maken daar een heel weekend van. Die gaan daar naar die show, die gaan daar naar een speciaal hotel. Alles wordt om dat optreden heen gepland. Nou, dat zal bij jullie ook zo zijn. En dat is te gek. En dan... dat wordt gewoon één grote herinnering voor iedereen. Iedereen die daar komt, maar ook voor jullie. Het is gewoon één ding. En het zijn dingen die je niet meer vergeet. Want het zijn hele bijzondere momenten. We hadden niet op een mooie moment kunnen komen. Ik denk dat iedereen denkt, oh ja, Armin akoestisch, te gek. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ik denk dat het een heel mooi iets is. Zeker omdat jullie zo van de muziek houden. En dat het daar zoveel liefde in zit. En dan in combinatie in een andere vorm. Ja, te gek. In de aanspraak schreef je, zei je al, want het zijn niet helemaal mijn roots, die liggen meer in het Nirvana. Gedeelte inderdaad, ja, meer in de grunge de inderdaad. Ook in de grunge hoek, ja. Ja. Maar aan de andere kant kan het jou natuurlijk niet ontgaan zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee, kijk, weet je, ik ben opgegroeid met allemaal jongens. Ik heb altijd met jongens in de band gezeten die altijd helemaal idolaat waren van Iron Maiden. Ik heb vroeger in een blues rock bandje gezeten. Toen was ik begon daar toen ik 14 was. En... ja, weet je wel, toen kwam ik bij hun en toen was het allemaal Iron Maiden, Marillion en ook Robert, mijn partner, weet je wel. Alle mannen, ja, dat zijn hun grote helden, weet je wel. Dat is te gek en dat vind ik dan toch wel grappig dat ik een soort van, ik heb heel veel meegepikt en ik vind ook heel veel nummers heel mooi. Maar ik ben geen expert op dat gebied van dit soort nummers, weet je wel, van deze band. En, maar ik vind wel, ik vind het zo grappig dat het soort gelijke... ja, dat om mij heen iedereen zoveel liefde voor deze band heeft, weet je wel. Dus ik pik daar heel veel van mee. En vreemd genoeg nooit een cover gedaan van hun. Terwijl die jongens bij mij in de band destijds ook, waren ook helemaal, ja. Dat weet je wel. 27 januari veranderingen. Ja, absoluut. Eindelijk, yes. Kan ik zeggen dat ik dat ook nog gedaan heb in mijn leven. Bucketlist. Maar ja, toen kwam natuurlijk wel een keer het bericht bij jou binnen van dat jullie support gingen doen. Ja, nou, ik moet zeggen dat al die jongens om me heen, die gaan spelen. Ja, te gek. En ik dacht van ja, dit, ik begrijp zo dat zij dit te gaaf vinden. Ikzelf ben ik ooit, een momentje. Logan, wil je dat niet doen? Kan je bij papa in de studio gaan spelen? Want wij hebben daar last van. We moeten even helemaal stil zijn hier. Sorry schatje, neem het ons mee naar papa's studio. Doe het daar eventjes. Ja? Dankjewel lieverd. Sorry hoor. Maar ik kan me voorstellen voor alle mannen in de band, weet je wel, die dan zo gek zijn van Iron Maiden, dat je daar in het voorprogramma mag staan. Ja, Nirvana gaat natuurlijk nooit meer gebeuren, maar ja, dan is dit toch wel, ik begrijp ik helemaal dat dit het summum is. En dat zijn van die momenten dat je denkt van, ja, waar gaat het nog over, weet je wel? Dit zijn alle dingen waar je van gedroomd hebt als kind, weet je wel. Vaak een rots in de branding, ongewild, maar hij doet het altijd op een hele subtiele manier. In die zin van, ik ben best wel zenuwachtig voor ik het podium op ga. En dan is het zo van, dan is al Ruud altijd degene die naar mij toe komt. Hey man, waarvoor ben je nou eigenlijk muziek gaan maken?
wat is muziek nou voor? Ja, ja, de grootste passie, Ruud. Dat doe ik alles voor. Ja, ja, nou, dat dus, hè, dat dus. En waarom ga je nou het helemaal leuk hebben op het podium? Omdat je, hè, dat is wat je wilde, toch, als kind? Ja, 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 Ruud, oké. En dan ben ik mijn zenuw kwijt. Denk, oh ja, verdomme nog, ik moet het gewoon leuk vinden, weet je wel. Ik moet niet zenuwachtig zijn of ik nou mijn teksten vergeet of... Ik ben best wel een perfectionist. En dan, zelfs als ik maar even iets vergeet, dan denk ik, oh god, waar was ik ook weer? En dan ben ik het helemaal kwijt. En who cares? Dat is spontaniteit. Mensen vinden het vaak nog leuk ook. Je bent zo naakt op het podium. Jazeker. Weet je wel, je hoort alles. En akoestisch is gewoon zo fragiel allemaal. Het is zo anders dan als je een muur van geluid om je heen hebt. Mike is stille wateren, met diepe gronden, weet je wel. Die is best wel perfectionistisch. Die zit als eerste altijd zit lekker een warmte drummen in de gang al, voordat wij een show gaan beginnen. En hij is, hij heeft een enorm goed gevoel voor humor. En dat vind ik van Ruud ook. Maar die humor lijkt enorm op elkaar. Die twee ook. En dan gaan ze ook eens zo heel plat Tilburgs praten. Nou, dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Dus dat, ja, dat is ook wel een dingetje met hun twee. Wij gaan gewoon afspreken, de 27 januari. Super genieten! Ik ga het speciaal weer op zijn Tilburg kijken. Oké. Okay. Dat kan keileuk gaan. Nou, we gaan het keileuk hebben, absoluut. Ja, ik heb er zin in.